Ik ben Laura de Neve, centrale verdediger bij Anderlecht. En ik ben hier nu begonnen aan mijn 12e seizoen. Ik ben Sarah Wijnands, ik ben 21 jaar en ik ben flankenverdediger bij RSC Anderlecht en bij de Belgische Teams. Anderlecht is voor de 8e keer in zijn bestaan en voor de 4e keer op rij kampioen in de Scoren Super League. Anderlecht meisjes gaan uit de bol na een knap seizoen met meer dan 100 goals. Ja, kampioen worden van België is een van de mooiste dingen dat je kunt bereiken. Het was misschien voor de 6e keer voor mij persoonlijk, maar dat maakt het dus te mooier iedere keer. Ik denk kampioen spelen met je beste vrienden op het veld is super. Het was in Koning Boudewijn Stadion, was ook wel eens leuk. De volgende stap is kampioen spelen in het Lotto Park, hoop ik. En met supporters bij, die hebben we natuurlijk wel gemist. Dus ik hoop dit jaar een 5e titel op rij te halen. Voilà! Als je hier al 12 jaar zit, dan weet je wel een beetje op welke facetten dat we verbeterd zijn. Ten eerste onze naam binnen de club. Vroeger was de vrouwensectie echt een sector apart. En nu is dat allemaal één geheel. Natuurlijk, de kwaliteit is omhoog gegaan, niet alleen van de omkadering, maar ook van de speelsters. Ik denk, we hebben echt een heel goede kern. Nu zetten ze ook in op jeugdtalent, wat ook positief is voor de toekomst natuurlijk. Wijnands, overstapje, voorzet. Wullaert met de kop stond hem binnen. Opnieuw tussen Wullaert. Hij ziet heel soms iets opnieuw. Als je kampioen bent geworden, een 30 seconden of 20 seconden filmpje, één journaal. Maar daarbij bleef het. En nu om echt volledige matchen te kunnen zien, dat is wel echt een grote stap. Zo blijft het 2-0. Anderlecht heeft getoond aan de ploeg die de grootste progressie toonde het voorbije seizoen dat de inhaalbeweging nog niet is gemaakt en dat het met recht en reden de 8e landstitel mag claimen. Financieel is er niet heel veel veranderd, tegenover vroeger natuurlijk wel. Maar ik denk om het echt professioneler te maken, dat we echt moeten gaan naar dat ieder meisje professioneel mee bezig kan zijn. En dat is op de dag van vandaag nog niet het geval. Het is al gebeterd natuurlijk met al de media-aandacht en de omkadering rond. Maar het kan altijd beter natuurlijk.